Goedenavond allemaal, daar zijn we weer. En vanavond gaan we weer een leuke kaart maken. Ik ga even kijken of ik mezelf hier kan vinden, zodat ik ook kan zien wat ik doe. Ik heet jullie in ieder geval allemaal van harte welkom. En ik ga me even zoeken. Ik hoop dat jullie me kunnen vinden, maar ik heb mezelf nog niet gevonden. Dan gaan we hier even kijken of ik me hier kan vinden. Ja, ik ben in beeld. Ik zet hem gelijk even goed, want hij staat ook niet helemaal zoals het hoort. Ik zie dat nog weinig mensen mij kunnen vinden. Ik zie dat we weer problemen gaan hebben, dat hij steeds weer... dat hij weer is onderbroken. Het begint weer lekker. Eens even kijken of hij het hier doet. Ja, ik zie dat ik wel hier kijkers heb, maar ik kan me hier niet op vinden. Dus ik ga even weer zoeken, dames. Sorry. Maar hier loopt het helemaal fout. Kom er ook niet meer uit, kom er niet meer in. Ja, nu hebben we hem. Oké, nou, we gaan vandaag deze kaart maken. En daar hebben we een paar dingetjes van nodig. En dat is wat we nodig hebben. De Ornate Window van Hartveld Creation. De Ornate Peacock van Hartveld Creations. De Peacock en Posies. En de Special Birthday Sentiments. Nou. Dan heb je van deze nodig. Eenmaal de Peacock. Tweemaal die. En tweemaal die. Van deze hebben we nodig eenmaal die en tweemaal die. De Ornate Window doen we dan eentje uitscheiden. Dan hebben we dat klaar. Zo gaat hij worden. Leg hem even opzij. Ik heb al wat uitgeprint natuurlijk. Ik heb deze al klaar. Nou, ik zie dat de reacties het weer niet doen bij me. Goedenavond, Jolan. Deze hebben we al klaar. Zie je, hier heb ik er twee van. Hier heb ik er één van. En nog één. En deze hebben we al. En deze. Twee. Dus nu gaan we deze straks kleuren. En... we gaan het window kleuren. Maar ik laat eerst zien wat we nog meer nodig hebben. We hebben twee vellen nodig van 7 bij 12 inch. Dan heb je twee velletjes nodig van 2 7-asten bij 6 7-asten. We hebben een stukje nodig van 5 7-asten bij 6 7-asten. Je hebt een stukje acetaat nodig. Ik laat straks even zien hoe ik dat heb geknipt. En je hebt voor de binnenkant een stukje nodig. Zodat je door de window kan kijken. Nu had ik nog, ik weet niet meer van welke serie dit is. Maar ik had deze serie gebruikt. Daar had ik er een paar nog van over. En daar heb ik hier ook de... het tafereeltje van gebruikt hierin.
En voor vanavond heb ik deze gepakt. Dus dat hebben we ook nodig. Dan heb ik een stempeltje gebruikt van de Happy Birthday. Die plakken we op een ander rondje. En dat heb ik ook gedaan met een tagje en ook een stempeltje. Nou gaan we eerst deze inkleuren. Daar heb je de kleuren voor nodig. Paradijs Steel, Cactus Flower, Sunflower. En voor de rest heb ik een beetje nog gewerkt met potlood. Dus we gaan nu eerst met de paradijs. Je doet het puntje. En die gaan we hier over de top brengen. Dat geel heb ik al ingekleurd met potlood net even. Ik was een beetje vroeg. Ik denk, nou ga ik daar maar vast aan beginnen. Is dat ook weer klaar? En ook deze. En die mag je best even goed doen. Dat je straks geen witte randen krijgt. Het ziet er nu niet uit. Maar daar zie je straks helemaal niks meer van. Maar ik wil wel dat die randjes allemaal mooi gekleurd zijn. Dat is zo mooi dat hij hem toch straks netjes uitsnijdt. En dan heb je het in ieder geval goed in de kleur zitten. Ook de piek ook nog een heel klein beetje. Zo, bij de piekhoek moet je hem even afdoen, deppen, dat hij niet te dik gaat, te donker wordt. Zo. Ja. Oké, dan is deze kleur zo goed als klaar. Dan gaan we met het cactus beginnen. En daar beginnen we mee met in het midden de bloemen. En dan een beetje uitspreiden naar buiten. Ook hier geeft het niks als je over overheen gaat. Als we maar wel mooi de kleur hebben. Nou. Ik doe het vandaag even snel. Normaal kan ik daar best een uurtje of twee mee bezig zijn dat het pas naar mijn zin is. Maar dat wil ik jullie vandaag niet aandoen. Dan pakken we de sunflower. En die gaan we een beetje door dat blauw doen. Hier ook. Uitkijken dat je niet in het oogje komt. Dat zou zonde zijn. Deze gaan we even doen zo. Nou,
Nu weet je zo een beetje wat de bedoeling is. Dus ik zou zeggen, doe hem lekker op je gemakkie helemaal inkleuren. Zo. Dan doe ik dat een beetje met een potlood. Netjes. Hier nog een klein stukje, hier nog een klein stukje. En hier, en dat doen we hier ook. Zo lekker ontspannen kleuren. Kom je helemaal tot rust van. En dan ga ik even een wit potloodje een beetje streepjes erin maken. Zo kan je nog verder gaan totdat je hem zelf helemaal gekleurd hebt zoals je mooi vindt. Nu gaan we even het raam doen. Daar neem ik weer dat sunflower. Dan ga ik gewoon even een beetje zo. Zo is goed. En dan nemen we de kleur koffie. Even kijken waar ik hem heb. Ja, hier. Ik zie dat ik daar geen... Nee. Is deze. Hoop ik. Even hem schoonmaken. Ja. Kijk, en dan gaan we hem... Zo. En dan nog iets donkerder. We willen er een oud raam van maken. En als je nou een beetje in, in dat glas komt, is niet zo erg, want die gaan we er straks toch uithalen. Dus dat is helemaal geen ramp. Dat doe je ook weer precies zoals jij het mooi vindt. Dat is dus ook weer voor iedereen anders.
Ik vind het altijd wel leuk als dit een beetje donker is. Die scharniertjes. Nou, dit gaan we gewoon weer een beetje zo doen. Zo. Is lekker. Als toch het glas eruit gaat, kan je lekker even kliederen. Zo. Nou, zo vind ik het wel mooi. We zijn even klaar met kleuren. En dan gaan we ze uitsnijden. Omdat we deze helemaal willen uitsnijden, gebruiken we deze. Zo. Even kijken. Waar is... Oké, zet hem even vast. En dan doen we de raampjes er gelijk in. Hij moet ietsjes die kant uit. Ik hou hier daar net iets wit over. Dat gaan we niet doen. Zo. En dan gaan de raampjes erin. Want die moeten eruit. Dus die gaan we netjes... Zo. Oké, die doen we ook even vastplakken. En de kleine peacock gaat er ook uit. En dat is deze. Die doen we ook nog even. Zo netjes erin. Die zetten we ook vast. Dan ga ik hem even door de machine halen. Goed neerleggen. En die gaat er doorheen. Dan hebben we dat gedaan, dus die kunnen eruit. Die kunnen we gewoon weer gebruiken. Net het laatste stukje hier niet gesneden, dus dat moet ik er nog een keer even doorheen halen.
Het zat net op het einde van mijn kaart. Ja, dan heb je kans dat hij hem net niet pakt. En dat is natuurlijk zo. Zo, dan gaan we zo gelijk weg. Deze kan er ook af. Kijk, dan heb je mooie, hele... Dit kan ook weg. Dan gaan we deze er nog even af. En dan gaat hij nog een keertje er doorheen. Even kijken. Zo. Deze heeft hem niet helemaal gepakt. Ja, en dan moet ik uitkijken dat hij niet helemaal... Dat ga ik straks wel even op mijn gemakje doen, want dat gaat veel te lang duren. Kijk, want ik heb hem zo geloof ik. Zie je? Dan zou ik alles nu... Het is echt alleen dit stukje wat hij niet heeft gepakt. Nee? Dat heeft. Oh, nou. Dat doen we straks, want ik denk niet dat dat goed komt als ik dat nou doe. Maar dat geeft niet. Maar dat is op zijn hap van habakatus. En we hebben hem. Zo, hij is eruit. Wat voor potlood ik gebruik? Oh, ik gebruik lightvast potloden, Jolan. Kijk, van Derwent lightvast. Ja, als ik iets wil zien, dan moet ik steeds erop drukken, want anders zijn mijn... Dan zie ik weer niet wat jullie schrijven. Ik weet niet wat dat is, maar het is iets heel vervelends van... Ja, ik moet dit ook altijd gelijk opruimen, want anders wordt het hier zo'n zootje. En deze is zo leuk, omdat je hier verschillende mallen... Kijk, je kan ook nog eens... deze hebben we nog nodig. Moet ik even nog laten zien. Want als je nou je acetaat pakt, dan leg je deze er gewoon zo even op. En dan zet je het even vast. En dan knip je hem gewoon aan de buitenkant knip je hem af. Dan weet je zeker dat je een goed... formaatje heb om hem straks achter te plakken. Als je hem door de snijmachine haalt, dan wordt hij net iets te klein en dan pakt hij hem net niet goed. Nou, dit hebben we al gehad, die leg ik opzij. Hier gaan we straks mee verder. Dan kan ik hem gelijk, kijk. En dan past hij er zo mooi op. Dus die gaan we er gelijk nu even opzetten.
Deze gaan er nog uit. Waar laat ik hem nou? Ja. Leg ik even op zwart, dan zie ik hem beter. Maar ik wil kleine tape hebben. Want heb ik hier niet neergelegd. Ik kijk dat ik hem haal. Dan gaan we hier tape op doen gewoon. En zo zou je er dus ook een shaker raam van kunnen maken, dat je er iets in doet. Maar dat doen we vandaag niet. Vandaag maak ik er een gewoon raam van. Zo. Even flink aandrukken. En dan kan die erop. Past die precies zo dat je niet ziet en dat hij wel mooi vast zit. Nou, dan moeten hier nog even van die druppeltjes op. Dat doen we maar gelijk, want die moeten natuurlijk wel drogen. Die andere zijn natuurlijk al droog, maar deze moeten toch ook nog even op. Nou, dan kan dat drogen en dan gaan we aan de kaart beginnen. Dus dat leggen we even gewoon zo neer. Daar niks mee kan gebeuren. En dit gaat zo. Dat raam is ook klaar, dat leggen we ook even daar neer. Oké, dan pakken we ons ringbord. Dit kan ook allemaal weg, want dat hebben we ook niet meer nodig. Deze ook niet meer, dus die doen we ook gelijk weg. Opgeruimd staat netjes. Ja, hè? Het zijn zeker mooie kleuren. Wat is vervelend. Zo, deze hebben we niet nodig. Deze ook niet. Dan gaan we deze rillen. Alle twee. Op drie. Zes. En negen. Ook die andere gaan we rillen op drie, zes en negen.
en 9. Dan pakken we dit stukje, die 9,5. Nou, 6, 7 achtste bij 5, 7 achtste en die gaan we hier opplakken. Ik zit nou even te kijken hoe ik dat wil, want doen we hem zo. Ja. Ja, dus die ga ik hier opplakken. Je ziet, ik heb hier een lijntje, want ik had hem verkeerd gesneden. En ik had geen zin om weer een nieuwe te snijden. Dus die plakken we op. Dan doe ik ook nog een paar van die score tape-chillen overheen. Waarom? Omdat we er straks een raam uit gaan halen. En anders zou die op bepaalde punten losgaan. Dus ja, dat zou zonde zijn natuurlijk. Dus we halen er gewoon een paar af. En dan gaat hier tussen de regels heen. Goed recht. Yes. Dan heb ik toch nog een raampje even nodig. Want hier gaan we nou een raampje uitsnijden. En dat doen we met deze. Dan kijken we gelijk even dat die mooi zit als we er deze straks op plakken. Dus dat hij een beetje. Gaan we zo een beetje komt, dus dan gaan we deze zo hier even potloodstreepje zetten. Stip van de potlood, dan zou je net zien, zie ik er nu geen één. Ja, hè. Zo zitten we geloof ik ook alle twee wel een beetje in het midden. Vier. Er moet ietsjes daarheen. Zo. Dat plakken we ook weer vast. Hey, recht blijven. En dat gaat ook weer door de machine. Sorry. Ik sloop
Die is er netjes uit. En gaat ver. Ik doe het weer eens te haast. Nou, gelukkig is dat niet erg. Want kijk, dit raam komt erop. Die gaan we er zo gelijk opzetten. Daar heb ik dan weer mazzel bij. Anders kon ik opnieuw beginnen. Die gaan we daar op doen. Dus. Die doen we niet met dubbelzijdig tape of zo, maar gewoon zo. En die gaat er zo op. Nou ben ik één dingetje vergeten. Dat ga ik zo eerst nog even doen. Gelukkig heb ik hem er nog niet opgeplakt. En dat is dat ik deze nog even moet willen. Die moet ik op die 6 nog even rillen. Want dat designpapier is nog niet gerild. Zo. En dat moet. Zo gerild worden. En dat geldt voor deze ook. Dus we doen hem erop. Zo in het midden. En dan moet hij vet. Hey, even kijken. Oh, hier zit nog een dingetje. Ja, daar plak ik dan nog even. Zo. Een klein stukje kaartstok straks overheen. Hey. Moeten we dit zo ook door het midden doen. Zo. En dan zit hij precies zo goed. Maar hey, omdat ik hier nog een plakrandje heb, doe ik daar heel even een stukje papier overheen. Daar zie je niks van. Zo. Want anders plakt hij straks aan de andere kant vast. En dat wil je ook niet hebben. En dan gaan we deze even zo vouwen. Hup, dus 1. Dus 2. En nu gaan we er even op letten dat nu deze goed door dat raam komt. Dan moeten we even gaan kijken wat nou het mooiste is wat door het raam komt. Wat je leuk vindt. Ik denk dat ik hem zo wel erg leuk vind. Ja. Dan zie ik gewoon dat ik hier een stuk af moet snijden. Het hoeft niet veel. En
aan deze kant ook een heel klein stukje. Dan gaan we er even afhalen. Eerst deze kant maar. Het is echt minimaal. Maar het moet er wel af. Dat is één stukje. En aan de andere kant ook een klein stukje. Yes. Hoppatee. Nou. Dan kunnen we dat ook opplakken. Nog even goed kijken, want hij moet natuurlijk iets omhoog. Dat we hem goed in zicht hebben. Oké. Dan gaan we die er ook op doen. Zo tussen. Yes. En dan moeten we ook weer rillen. Die moet gewoon net de andere kant uit. Dus die moet naar beneden. Die gaan we ook weer op de 6 rillen. En dan gaan we deze twee op de twee kanten plakken. Dus dan gaan we deze daar plakken. En moet even goed kijken dat je hem niet ondersteboven plakt. Lijkt aan deze kant ook tape. Het wordt alweer lekker weer, hè, jongens. Ik liep vanmorgen met de hond langs de manege en toen dacht ik, oh, je ruikt de lente alweer. Ik zag overal alweer hele kleine bloemetjes opkomen, die paarse bloemetjes. Ik denk, oh. We gaan weer de goede kant op. Lekker. Straks weer het mooie weer. Kijk
deze recht, deze, tussen deze kant moet hij. Ik ga even staan dat ik hem rechts doe, want ik weet hoe ik ben. Yes. Die zit recht. Dan kunnen we deze kant ook doen. Oh, ik zag er lekker met mijn hoofd voor. Zag ik. Oh ja, deze had ik natuurlijk al geplakt. Oh, wat ben ik weer lekker bezig. Sorry dat ik er met mijn hoofd voor zat. Deze gaat er ook zo netjes op. En dat zit ook. Dan heb je al je kaart. Dan gaan we die... Of ik nou weet waar ik mijn spullen van mijn kaart heb gelegd. Oh. Deze twee komen nu hierop. Dus dat kunnen we nu ook gaan doen. Zo te zien zijn we vandaag met een heel klein groepje. Ik vind dit zulke mooie kleuren. Die gaan we er ook op plakken. Die zit recht. Oeps, zie je wel, niet droog. Ja, dat heb je ervan, hè. Hij was nog niet droog. En hij vloept zo tegen mijn... Ik wou wel zeggen, hoe krijg ik hier toch iets geels op? Maar nu weet ik het. Mijn bloemetje was nog niet droog. Is dan maar goed dat ik er al een hoop heb voorgewerkt. Want kijk, zie je het? Hij was nog niet droog en hij is gaan lekken. Nou, dan hebben we dit klaar. Dan gaan we deze vastplakken. En die gaat hierop zo. Kijk, want dan wil ik
Nee, deze komt hierop, denk ik zo. En deze komt dan zo. Vind ik dat wel leuk. Deze wil ik hier hebben. Hier heb ik ook al glittertjes weer op gedaan. Je ziet het moeilijk, maar... Oké, dit doe ik zo. Ja, dus dan moet hij een beetje zo hoog. Dan moeten we hem hier ongeveer hebben. Ja. Dus die kan ik er nou ook gewoon opplakken. Zo. Ja. En dan ga ik toch de... Oh jongens, wat loop ik te klungelen. Even mijn... Frontie pakken. Deze wil ik een beetje zo plakken. Ja. Die gaan we zo doen. Ik zie dat er nog een paar dingetjes uit moeten. Die gaan we er eerst even uithalen. Ook weer even zo, deze ook. Okay. Dit doe ik dan een beetje. Zo. Dan lijm ik dit ook een beetje zo op elkaar. Een beetje zo. En die doe ik dan, dat je het gaatje niet ziet, zo een beetje achter dat hoofdje. Kijk. Zit dat hoofdje ook gelijk vast. Deze gaan we ook vastmaken. Ook hier zie ik weer, oh hij gaat er al uit. Even kijken, zou ik hem zo doen of zal ik hem... Nee, ik doe hem zo. En dan deze, denk ik zo. Ja, die doe ik zo. Oh, ook hier weer even prikken, prikken. Dan een beetje zo. En dan ga ik deze ga ik even inknippen.
hier nog tussen douwen zo. En die wil ik zo hebben er nog op. Ja. En dat ook met een beetje lijm. Even kijken of deze droog is. Nee, die is niet droog, dus ik doe hem er nog niet op, maar die gaat hier zo. Kijk, ik wil hier ook nog glitter aanbrengen, dus, maar ik ga hem wel hier zo plakken. En dan ga ik deze eraf halen, want dat vind ik niet mooi. En dan komt hij echt zo. Ja. Deze wil ik hier hebben. Oops. Hij komt hier zo. En dan komt deze. Hier. Ja. En dan. En ja, dat is deze. Die wilde ik dan. Hier zo hebben. Maar die ga ik overdoen, want dat vind ik zo niet mooi. Dit ga ik hier afhalen. En die. Dit er ook afhalen. Die wil ik zo hebben. En dan wil ik dat. Zo doen. En dan. Ga ik deze nog. Ja. Nog zo hier bovenop doen. En dan vind ik het wel eventjes. Dus dan komt deze, een nieuwe dan. Die komt hier. En zo vind ik hem helemaal toppie toppie. Ja, dat duurt zeker lang, Astrid, voordat die uitgedroogd zijn. Dus. Ik heb me daar even in vergist. Maar dit is die voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk gevonden hebben. En ik zou zeggen nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Groetjes!